Hallo vloggers, welkom op Wetty Stripvlog. Hier zijn we weer. Deze keer met een dwergkeesje, oftewel een Pomeranian. We hebben er veel van in onze salon. En dit is een teefje. Is nog niet zo heel erg oud. Is ook nog niet helemaal in vacht. Je ziet het, we hebben het uitgefeund en nageltjes geknipt. Ik heb één kant alvast een beetje gedaan en ik wil jullie heel graag laten zien hoe je zo'n pommetje nou netjes de deur uit krijgt. Zoals jullie zien, het is allemaal lang en ik ga jullie even het een en ander laten zien. We beginnen aan de achterkant. Een pommetje hoort aan alle kanten rond te zijn. Halve maan, rond. Het hoort allemaal, zeg maar, als een balletje. Het poepgatje, dat hebben we hier, dat hoort gewoon netjes kort. En het mag best wel goed kort hoor. Mag je best nemen. Kijk, ik hou er heel even vast. Het poepgatje mag best wel lekker kort. Dan kan je je voorstellen, er zit natuurlijk zo'n enorme broek, dat als ze poepen, dat het allemaal zo lekker hun broek blijft lopen. Okay. De staart, wacht, is wel een lekker stukje aangezet. En dan doen we de bovenkant, doen we deze kant op. Maar de onderkant is heel belangrijk. Die knippen we naar beneden en rond. Tot aan de hakjes. Daar maak je een mooi korte broek van. Kammen. Dit kan knippen we zo. En je mag dit best wel meenemen. We blijven boven de ondervak. Heel belangrijk om scheeralopecia niet in de hand te werken. Kan het nogmaals op. Aan deze kant knippen we naar beneden. Dit neem je ook een beetje mee. Kijken we even vanaf de zijkant. Dit mag goed kort. Zoals jullie zien, het is allemaal rond. Daar staat een poppetje. Het is allemaal een beetje lang. We blijven boven de ondervak. Heel belangrijk. Dan gaan we een beetje op. Knippen. Beneden naar boven. Sorry, van boven naar beneden moet dat natuurlijk zijn. Maak die mooie ronde vormen in. De staart. De staart is niet zo lang hoor. Het is het haar wat lang is. Want het staartje is maar tot hier. Dit is het staartje. We pakken het staartje op. We kammen het netjes uit. En dat staartje, dat knippen. Rechtaf. En rechtaf. Met de gewone schaar gaan we gewoon. Woeps. Een stempeltje.
voetjes knippen we gewoon netjes met het spaatje rond. Nou, dat je natuurlijk de nageltjes hebt geknipt. Het is maar een heel klein pommetje dit, hè. Echt een... Helaas, volgens is het steeds klein, hè. Onderkanten. Een beetje weg. Netjes in elkaar open laten lopen. Dit mag vrij plat. De voorkant. Hier is best wel een hoop af, hè? Want ik heb de andere kant natuurlijk al zo goed als gedaan. Ik zit een heel klein beetje de puntjes van de buik weg. Dan gaan we voor de eentje. Heb je voetjes al rondgeknipt. Je pakt het voorbeentje, je pakt alles naar beneden. En alles wat onder het, ja, het stootkussentje, zeg maar, dit, knippen we gewoon weg. Dan doe je heel voorzichtig. Zo. Ik pak de voetzooltjes al netjes geknipt. En dan pak je even je kammetje. Voorzichtig maak je daar een half maandje in. Dan kan ik de tafel iets hoger doen. Oh, nou, dat was het. Gedaan. Oké, het is allemaal niet zo moeilijk. Natuurlijk moeten Pomeranians of dwergkezen een enorme kraag hebben. Deze mensen willen het iets korter. Je zou zeggen, je gaat de diagonaal op, dat klopt. Nu mag dat nog. Dan hou ik iedere keer netjes. Een puntje eraf. Haar. Even een poppetje. En iedere keer doe je met je kammetje, haal je wat haartjes weg. En je zorgt dat het allemaal rond wordt. Rond. Hier, het zijn een kwestie van een paar haartjes maar. Het is iedere keer maar net die puntjes. Is dat zien? Deze heb ik een ontzettend mooie kraag gekregen. Iedere keer wat haartjes naar beneden. Het is iedere keer maar een soort zwaffelen. Een hele minuscule puntjes. En iedere keer gaat de ene laag over in de andere laag. Okay. Ongeveer tot hier. En in de nek kom jij eens even een kleine steeks van. Van hieraf. Gaan we naar boven knippen. Dus je knipt haartjes naar boven. Om die kraag, waar ze zo bekend om staan, mooi
te laten inblenden in de onderkant. Heel voorzichtig, niet te veel. Iedere keer een stukje. Iedere keer een puntje. Even op laten staan. Even wachten, poppetje. Ja, je kan er veel zien. Dan moet ik maar iets. Het zijn echt puntjes. Wees niet bang om die puntjes weg te knippen. Dat mag namelijk gewoon. Dit oorhoutje had ik al gedaan. Oortjes bij een Pomeranian of een dwergkeesje. Die zijn kort en rond, als een beertje. Trillen het puntje een beetje bij. Even zorgen. Ik heb hier natuurlijk mijn vingers op het oorleertje, op het oorrandje. En we zorgen dat het rond is. Diddel, wil je daarmee ophouden? Rond. Natuurlijk zitten hier vaak klitjes, dus zorg dat je hier goed kampt, zodat de baasjes niet zoveel last van hebben als ze dadelijk weer thuis zijn. Zorg dat je inderdaad die wolligen achter die oortjes netjes meekampt. Het zijn echt ronde puntjes. Even kijken. Heb je niet gezien om op de camera te komen? Heb je niet gezien? Nee. Het zijn hele kleine puntjes. Redelijk wat af. Maar je moet wel zorgen dat het natuurlijk een echt pommetje blijft. Mag ik even naar je kijken? Kom eens. Mag ik even naar je kijken dan? Kom even. Nou, een kusjes geven aan elkaar. En dan zeggen ze dat het onhygiënisch is, maar dat vinden wij helemaal niet erg. Nee. Nou, van kusjes geven. Ja, echt waar. Nou is hij toch netjes bijgewerkt. Zoals jullie zien. En als je dit gewoon één keer in de 2,5 maand laat doen, is het gewoon een mooi keesje. Oeps, ben je een beetje naar voren gevallen. Oké. Nou, dit was weer een aflevering van mijn vlog.
Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het leuk om te maken. Met een van mijn favoriete rassen. Het Pommetje. Pommetje. Nee, ze heb ik vandaag geen zin. Tot de volgende keer. Doei.